Goedendag. Ja, ik ben zo blij met deze foto. Eindelijk weer wat blauwe lucht. Die is gisteren genomen zondag. Ik zag toen ook sinds lange tijd eindelijk weer eens wat blauwe lucht en dat deed me toch wel goed. Maar ik moet eerlijk zeggen: de komende dagen zal het weerbeeld toch weer vaak zo zijn, paraplu bij de hand, want er komt weer flink wat regen onze kant op. Vandaag, maandag, valt het op zich allemaal wel mee. Het is wel bewolkt, maar nog wel droog. Alleen in het noorden valt af en toe wat regen. Maar we zien dat in de nacht van maandag op dinsdag vanuit het noordwesten de regen weer gaat toenemen. En dinsdag wordt dan eigenlijk een kletsnatte dag op de meeste plaatsen. Alleen in het zuidoosten van het land blijft het in eerste instantie nog droog. In de avond trekt de regen dan weer weg. Maar woensdag volgt er opnieuw neerslag in de vorm van vooral wat meer buien. Want morgen, dinsdag, dan is het echt een regen die gaat passeren. En dat levert ook flink wat neerslag op, maar er zijn wel verschillen. We kunnen heel mooi zien aan deze animatie dat in het noorden van het land verreweg de meeste neerslag gaat vallen. Tussen de 20 en 30 mm is de verwachting. Terwijl we in het zuiden uit gaan komen op zo'n 5 tot 10 mm en in het midden van het land natuurlijk dan iets ertussenin. Kortom, dinsdag paraplu bij de hand. Qua temperatuur valt het op zich wel mee. 8 tot 10 graden, dat is redelijk zacht voor deze tijd van het jaar. Verder staat er een matige Zuidwestenwind. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. En die regen ja, die gaat dus in de loop van de nacht in het noorden vallen en in de ochtend schuift die dan geleidelijk aan naar het zuiden. Ik denk dat het in het zuidoosten van het land nog geruime tijd droog zal blijven, dat daar pas in de loop van de middag de regen gaat vallen. De dagen erna. Nou, het is niet echt een heel vrolijk plaatje. Veel bewolking. Iedere dag overheerst die bewolking. Voor de zon is niet veel ruimte. En er valt ook iedere dag wel enige tijd regen. De ene keer is het wat meer buig, de andere keer is het echt wat meer regen in de vorm van langdurige regen. Wat de wind betreft, ja, die gaat ook wel een rol spelen. Met name in de kustgebieden moeten we er rekening mee houden dat er donderdag en vrijdag ook zware tot zeer zware windstoten kunnen gaan voorkomen hier en daar. Houdt u vooral de waarschuwingen in de gaten als u in die regio's aanwezig bent. Wat de temperatuur betreft, ruim boven het vriespunt, vrijdag en zaterdag wel wat lagere temperaturen. Maar zoals het er nu naar uitziet, nog steeds boven de 5 graden. En ook in de nachten verwacht ik geen temperaturen onder het vriespunt. Nog een fijne dag.